Let it bang, bang. Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe Zeemansshop vlog. Mijn naam is Willemien van het YouTube kanaal HS4L. En zoals je weet doe ik ook wel eens Zeemansshop vlogjes. En ik was even naar binnen gegaan bij de Zeeman. Ik zou eerst wandelen, maar het was een veel te koude wind. Al mijn kaarsen waren bijna op. Dus ik dacht, ach, ik ga ook gewoon eventjes kijken bij de Zeeman voor kaarsen. Toevallig liep ik tegen deze super schattige kleurtjes aan. En je had ze ook nog in roze. En een beetje zacht geel of oranje geloof ik. Maar deze waren 2,19. En ik heb deze twee verschillende kleuren blauw gekozen. Voor 2,19 per stuk. Dan had ik nog lekkere gezichtsmaskertjes. Die waren 99 cent of 89 cent zelfs maar. Van Sense. Dat merk verkoopt de Zeeman ook. En dan lekker deze met coconut en vegan. En deze is met, even kijken hoor, Ocean's Calling. Met peach extract. En deze is dus met kokos extract erin. Ja, voor een zachte en normale huid. In ieder geval heb ik twee meegenomen. Want ik vind het af en toe 's avonds lekker een maskertje. Dan zag ik nog cutie oerbelletjes die ik een tijdje geleden in het paars kocht. Die heb je dus ook in het roze. En dat is ook helemaal weer een trend. En die waren 1,50. Zeeman heeft altijd zulke hippe leuke oorbelletjes voor weinig. Dus ja, ik zal ze wel eventjes voor de lol in en om te kijken hoe het staat. Want ik ben zelf eigenlijk heel benieuwd hoe ze staan. Ik vind het wel handig dat ze dus ook een gouden achterdopje hebben en nog een plasticje. Doorzichtige. En die gebruik ik altijd weer voor andere oorbellen als ik dan het achterdopje kwijt ben. Nou, ik vind ze gelijk al best wel vrolijk staan. Kijk, ik heb al één in. De achterdopjes leg ik even op tafel. Die zijn doorzichtig, dus die vallen haast niet op. Dit leuke truitje had ik toen een keer bij de CNA gekocht. Die had ik toen ook aan jullie laten zien. Kijk, deze oorbellen dus. Ze zijn echt, ik hou van een beetje opvallende oorbellen. Vind ik echt cute. En dan ga ik verder met iets wat ik heel leuk voor buiten vond. Pastelachtige kleurtjes. En ik vond ze gewoon hartstikke leuk. En dat zijn windmolentjes voor 1,30 euro. Kijk hoe ontzettend leuk voor buiten dit is. En als het dan waait, dan gaan ze uit zichzelf zo heen en weer. Maar ik vind ze gewoon hartstikke schattig qua kleur. Hè, voor 3 stuks voor 1,30 euro. En je had nog een andere kleur. Maar ik vond dit het leukst. Dat je 3 verschillende kleuren in 1 had. Zachte pasteltinten. En dat trok gelijk mijn aandacht. Even als die schattige kaarsjes. Wat ook precies die kleuren weer is. Zo cute. Dan had ik een parfum die ik al heel lang een keer wil kopen daar. En daar werden dus heel veel referenties over geschreven. Dat die... maar is toch verschrikkelijk. Ik heb weer door de wind gelopen. een echte parfum voor maar 5 euro. Het staat ook op het kaartje erop. Je hebt 2 soorten hiervan. Het geurtje heet Lucht. Er zijn er verschillende reviews over geschreven, ook door mensen, blogs. Volgens mij ook zelfs wel vlogjes. Maar in ieder geval, ja, ik vind hem erg lekker. Ik vind het flesje alleen al heel erg leuk. Want het is zeg maar een beetje met zilverdopje, met doorzichtig. Ja, Lucht heet hij. En hij kan volgens mij voor mannen en vrouwen. Je had dus ook één met een beetje geelachtig en voor vrouwen. En dit is dan in principe mannen, maar ik vind hem ook voor vrouw hartstikke lekker. Ja, ik vind hem gewoon geweldig. Voor 5 euro, ja. Kijk, stel je het een keer ziet en je hebt ook een luchtje nodig. Deze is op zich wel unisex. Unisex betekent dat het voor beide kan. Lucht heet hij. Echt een heel lekker geurtje. Dan kocht ik bij de Zeeman nog 2 andere geurkaarsjes. Die ik toevallig zag staan toen ik die leuke windmolentjes bij de hand had. Nou, het zijn 2 geurkaarsjes, Living Scented Candle. En de een heet Sunset en de ander heet Nairobi Sunset en Wood Seasout. Zeezout. Dus hout, zeezout en Sunset Nairobi. Een heel leuk detail is het houten dekseltje. En ja, deze ruikt zo zalig. Een hele zachte geur met een beetje fruit. Dat is die. En de blauwe met Wood Sage Sisal ruikt echt heel erg lekker.
Het is zonde eigenlijk om aan te steken. Hij zal waarschijnlijk ook niet heel lang meegaan hoor, qua branduur. Het zal er ook misschien wel op staan. Maar ik vond ze zo ontzettend cute. En ja, voor een keer kan het nog wel. Ik zit even te kijken of er ook een dingetje op staat met de branduur. Maar dat zie ik niet staan. Of wel? 5 tot 6 mm. Oh, Operation Burning Time 12 uur staat erop. Dus ik ben benieuwd. Nou, die waren dus €2,29. En dan had ik nog twee haarelastiekjes voor €1,29. En deze hingen toevallig bij de kinderafdeling, maar ik vind ze voor mij ook gewoon prima. Want voor volwassenen zijn ze dan €2, maar als je voor de wat jongere generatie dan €1,30. Maar ik vind dit ook prima voor mijn haar leuk, want ik hou van pastelkleurtjes. Ik zal deze lila eventjes in mijn haar moeten kijken. Oh nee, de roze die vastleidt bij mijn oorbel. Ga ik ze even aan jullie laten zien. Scrunchies zijn nog steeds in. Dus het is wel leuk. Ik snap ook nooit dat het zo goedkoop is, joh, daar. Nou, even laten zien aan jullie. Cute. Zie je hoe leuk? Kijk, mijn haar is natuurlijk niet perfect vast, maar dat maakt niet uit. Dan had ik nog twee leuke hemdjes. Heel schattig. Ik koop wel altijd twee maten groot, want die dingen die vallen me toch klein uit. Het is echt heel apart. Voor €5 had ik deze. Met kleine bloemetjes en een beetje groenig. Daar heb ik expres een elletje gekozen. En een andere hemdje heb ik ook in het donkergroen. En dat is voor €6. En die vind ik ook leuk voor ergens onder. Want het gaat me om dat kant. En de achterkant vind ik leuk voor als je een topje aan hebt. Dat je dit als achterkant hebt. Vind ik ook gewoon hartstikke mooi. Lavendelkleur. Daar heb ik wel weer een S'je voor gekozen. Dus je moet altijd goed zelf de maat in de gaten houden. Want het is echt niet zo dat het altijd goed zit. Het valt of groter of kleiner bij de Zeeman. Maar ja, goed. Daarvoor zijn het ook koopjes natuurlijk. Tandenstokertjes voor €2 van Jordan. Die vind ik altijd wel fijn. Die verkopen ze daar dus blijkbaar nu ook. Dit was volgens mij ook alweer de Zeeman shopvlog. Ik zal nog even gauw kijken. Oh ja, en ik had nog voor €1,40 een opvouwbare tas. Want die vorige van mij, die was uitgescheurd. Maar ik vind hem altijd lekker vrolijk en handig om spullen in te doen als ik weer naar een andere winkel ga. Ik ben in ieder geval heel erg blij met deze leuke spulletjes. En ik kan niet wachten om de geurkaarsjes vanavond aan te steken. Vond je deze Zeeman vlog leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal HSVL. Leuk als je reactie achterlaat. En tot de volgende keer. Doei!